Hi Gerard. Hi. Kom binnen. Ziet er allemaal keurig uit, hè? Ja, nice, hè? We zijn er klaar voor. Het hele stoeltje helemaal in staat, volgens mij. Jeetje. God, zie ik. Had ik dat haar maar zeg. Leef je uit? Ik heb uitleven. Gezellig. Heb ik enig idee wie dat is? Ja, ik denk dat het toch dat het Willem III is, denk ik, of zo. Willem II, weet ik veel. Het is iemand van koninklijke huizen. En ik zie dat ook echt aan de kleding, aan de kroon, die achter op het schilderij staat. Het is voor die tijd toch wel echt wel een duur ensemble wat die man aan heeft. Nou, we kijken hier naar een statieportret van koning stadhouder Willem III. Hij had twee petten op, de pet van stadhouder van de Republiek en de pet van koning van Engeland, Schotland en Ierland. Hij is de enige Nederlander die op de Engelse troon heeft gezeten. Wat geestig. Nou, dat was me niet duidelijk. En waarvoor hebben we dan deze reportage in Paleis het Loo gedaan? Had ook enig geweest. Hadden we wat kunnen vragen aan Margriet en Vollhoven en de prinsen. Nee, maar dit ziet er ook wel koninklijk uit hier, hè? Ja, wel mooi, hè? Frans. Maar dat haar was een pruik, hè, toen al, hè? We zien hier Willem III met een pruik op. Dan zie je nog een ketting die hij om zijn schouders heeft. Dat is de orde van de kousenband. En die komt hier nog terug. Hier is het daadwerkelijk ook een kousenband. En dat is de oudste adellijke orde ter wereld. En alleen de vorst of vorstin van Engeland kan die orde uitreiken. Een paar jaar geleden is Willem-Alexander ook in de orde van de kousenband benoemd. Net als zijn moeder Beatrix. Nou, we leren nog wat vandaag. Als je eenmaal geboren bent in die tijd, dan roei je met de riemen die je hebt, denk ik. Het was natuurlijk heel snel de tyfus en de pleuris. Als je natuurlijk wat in de hogere klassen zat, dan kon je volgens mij, maar ook daar kon je natuurlijk dingen oplopen. In de 17e eeuw bloeit de Republiek op. Er is heel veel welvaart, maar er zijn ook veel ziektes. We weten bijvoorbeeld van Willem III dat hij heel erg astmatisch was en dat hij daar ook heel veel last van had. Zo liep hij er toen ook niet iedere dag bij. Want het is natuurlijk heel ongemakkelijk. Met zo'n mantel en een cape en dat hele dikke suède leer met die knoppen erop. Nee, dit is echt voor speciale gelegenheden. Het lijkt me ook heel lastig om in te werken en zo allemaal. En zeker als jij zelf zegt dat hij vocht ook nog mee, dan is het allemaal een drama. Die gaat ook nog aan. Die doen wij aan. Ja. Je moet toch niet gekker worden, hè? Ja, het wordt nog veel gekker. Nou, Willem III is de bouwheer van Paleis het Loo, samen met zijn Engelse prinses Mary. Mary heeft hier de eerste steen gelegd. En het hele ontwerp is helemaal naar de smaak van William en Mary gemaakt. En dat is heel bijzonder.